nadelen. Wij zijn vandaag in Brugge. Allee, vlakbij Brugge. Zedelhem. Want bij WZC Klaverveld. Ja. Ik heb het even opgezocht. Even opgezocht. Want we zijn hier om een paar mensen te verrassen met een bezoekje. Omdat die heel graag bij ons een koffietje wilden drinken. En gewoon zo een gezellige dag beleven samen. Dus hier zijn we. Ja, er kwam een e-mail binnen dat ze die droom hadden. Ja. Volgens mij 4 oudere mensen hadden die droom om ons te ontmoeten. En dan dat hun kinderen en achterkleinkinderen en kleinkinderen er ook bij zouden zijn. Ja, en samen bingo spelen. Ja, dat was er ook. Ik vind dat wel leuk, want dat doen we altijd een lofstel. Ja, echt hè. Ja. En nu gaan we eerst een beetje op bezoek bij nog andere mensen die hier ook wonen. En dan gaan we de dag zeggen die niet kunnen meedoen met de bingo en zo. Ja. En dan gaan we straks bingo en paté zien. Yay! Na een dagje werken is het natuurlijk ook weer tijd om de was te doen. Dus ik dacht, waarom zou ik mijn was niet even vloggen? Niet kijken wat er allemaal tussen zit, by the way. Hier een hele berg. Hopla. Is denk ik de witte was. Ja, de witte. En dan mijn bonte was. Zit altijd in een mooie mand. Hop, oh. Echt super handig om jezelf te filmen tijdens het doen van de was. Let's go. Naar de keuken. In de kitchen. Want in de keukenkast, daar is het vooral lekker roelig. En daar heb ik plaats voor witte was. Oh, is dit nog niet helemaal vol? Weet je wat? Ik gooi ook mijn hoeslaken erbij. Moment. Nou, het was even een werkje, maar ik heb mijn beddengoed. Hopla. Zo. Oh my god, mijn wasmiddel is op. No. Oké, ik moet even iets slims bedenken. Mijn wasmiddel is op. Er is nog wel een heel klein beetje van wit. Dus hier doe ik water bij. En dan zal ik waarschijnlijk ook aan helpen. Dus hier wit met water. Zo, alsjeblieft. En dat kan dan in de blauwe zak bij het plastic. Hier staan nog wel een paar flessen. Dus ik ga daar gewoon allemaal water bij gooien. En dan hoef ik niks te verspillen. En dan heb ik het toch gebruikt. Hier zo. Een beetje kleur. Zometeen ga ik dus boodschappen doen. Dus eigenlijk kan ik dan ook wasmiddel halen. Maar ik wil dit wasje alvast draaien. Omdat ik anders gewoon veel te laat klaar ben. Alrighty. Start. Ja. Hij doet het. Yes. Hi. Repeteren. Yes. Spannend. Wat gaan ze doen? Ze gaan hun knockout tippen zingen voor de eerste keer. Spannend, hè? Ja. Spannend, hè, Joes? Heel spannend. Oh, we zitten op het puntje van onze stoel. Wow. Allee, eigenlijk zitten we in de stoelen van de andere kant. Eigenlijk wel. We dachten zo die zot. Ja. Maar eigenlijk kunnen wij het opvullen, hè? Zonder ja, zwang. Wij kunnen gewoon de voice zo doen. Let's see what we have with the De echte Beatles waren met 4, maar in deze knockout gaan de volgende 3 dames ons al volledig doen van geven. Handen op elkaar voor. Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Wij weten het al. Want een mooie tijd, alle mensen.
dames, rond file. Ja, de eerste knockouts staan erop of zijn geraakt of zijn geweest. Ja, het was wel moeilijk. We hebben wel afscheid moeten nemen van 4 kids. Ja, eigenlijk is dat echt niet zo leuk. Allee, de opnames zijn super leuk, maar je weet dat er altijd kids weg moeten. Dat is echt zo. Dat is ook met zijn ogen gehad. Ja, maar we gaan ze nu nog even opzoeken. Ja. Dus wat een gejankdeel. Dag. Ik stop ermee. Ja, is dit voor jullie vlog? Ja, zeg eens, je gaat dit jaar niet winnen, hè, Gers? Nee. Ik snap dat je ik ga zeker bent. Winnen, man. Ja. Nee, oh, hier nee, is camera. Nee, 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 nee. Wie gaat dit jaar winnen? Goed. Dat is net zo van die muesli reep. Jan, jan, jan. Is dat niet muesli? Oh, okay. Muesli reep. Ja. Ah, raar. Maar is dat toch een bij? Is het muesli of muesli? Muesli. Sorry dat ik muesli zeg. Muesli. Ik ben weg, hè. Het is muesli, hè? Muesli. Ah, muesli. 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 Ja, maar ik zei muesli. Maar ik wist niet dat dat fout was. Goed. Oh. Hallo allemaal. Het is 12 uur of 1 uur 's nachts. Wij hebben opnames gehad voor The Voice Kids. En terwijl ik naar huis reed, kreeg ik een melding dat mijn band plat stond. En ik voelde ook dat de auto scheef begon te staan. Dus heb ik mij aan de kant moeten zetten op de pechstrook. Ik kon ook niet meer verder rijden, want ik begon ook iets raar te ruiken. Dus er was echt iets mis met mijn band. En ik heb me aan de kant gezet. Ik heb mijn gevarendriehoek gezet. Een fluovisje aan, zoals jullie zien. En ik heb de depannage moeten bellen om te vragen of ze mijn auto komen slepen. En het is storm buiten, dus ik zou echt in mijn bed willen liggen nu. En zo genieten van de leuke opnames. En nu zit ik hier te wachten op een depanneur. En ik weet niet of hij mij thuis gaat afzetten of dat ik nog vervoer moet zoeken. Dan moet ik misschien iemand uit zijn bed bellen van... Hey, sorry voor het storen, maar kunt u mij misschien ergens komen halen? Want... ik heb een platte band. En dat is ook gewoon niet leuk, want je staat op een autostrade, dat voelt gewoon echt niet oké om op een autostrade stil te staan en dan al die mensen die voorbij razen en Maar, weet je wat wel echt bangelijk is? Marten was na mij vertrokken en die reed voorbij en die is echt gestopt omdat hij zag van, oh nee Hannes, je staat op de pechstrook. En dan heeft hij mij even geholpen met zo te bellen en gewoon, die heeft me even gewoon bij mij geweest. Dus het is wel echt mega lief van Marten dat hij toch nog even aan de kant is komen staan om voor mij te zorgen. Dat is echt een goede vriendin. Het waren wel superleuke dagen. We hebben zo 2 dagen lang de knockouts opgenomen nu. Het was echt fantastisch. De kinderen hebben dat allemaal keigoed gedaan. Het niveau ligt echt hoog. Ik was echt wel vaak zo van wow. Maar het is wel... Ja, het is dubbel, want je hebt zo'n goede band met je team en je bent Sophie. Maar je moet wel iemand wegsturen. Allee, 2 kids moeten naar huis. Het was alleszins heel, heel spannend, maar wel heel, heel leuk. En nu zit ik hier te wachten. Hè. Weet je, er zijn al betere zaterdagavonden, zondag. Is het zondagavond? Ah ja, het is zondagavond. Er zijn al betere zondagavonden geweest. Maar het is een ervaring. Ik heb het toch maar meegemaakt. Bon, meer heb ik echt niet te vertellen. Ik denk dat ik het filmpje ga afronden. En gewoon een beetje liedjes ga zingen. En ja, wachten. Doei!